bevinden ons momenteel op de servaatzitten in het hart van ons centrum hier in Diepenbeek. We zijn hier begonnen aan fase 1, waar dat we 60 parkeerplaatsen hebben gerealiseerd. En als alles klaar is, zullen hier ook 44 nieuwe woongelegenheden gebouwd zijn. De woningen die zijn bijna klaar, dus de mensen kunnen bijna intrekken. Eind dit jaar zal fase 1 van de servaatzitten in Diepenbeek afgerond zijn. Het gemeentebestuur wil daarna onmiddellijk beginnen met fase 2. Daarin worden nog eens 44 woongelegenheden gebouwd en een grote handelszaak. We gaan ook de oude gildezaal die gaan we afbreken en daar gaan we een grote zaal bouwen voor 400 personen. En bijkomend zijn daar ook nog een aantal kleine zalen bij waar kleine activiteiten kunnen doorgaan op cultureel vlak. Het ziet er hier goed uit. Ah, mooi. De laatste afwerking is bezig. Hier bevinden we ons dan in een foyer. Dat is de balie, een trap naar boven, waar de grote lokalen zijn voor vergaderingen. Ook de theaterzaal is helemaal vernieuwd. En van hieruit kunnen we dan ook naar het literair café, dat zich hier bevindt. Begin maart wordt de huidige gildezaal afgebroken. In het najaar van 2015 moet het nieuwe cultuurhuis klaar zijn en het kloppend hart worden van het culturele leven in Diepenbeek. Ik ben van de mening dat dat heel belangrijk is voor de culturele verenigingen en ook andere verenigingen. Omdat dat een boost gaat geven aan het verenigingsleven en daar willen wij als gemeente Diepenbeek heel graag in investeren. Bij de afwerking van het evenementenplein zal hier buiten ook een terras aangelegd worden. De terras sluit ook mooi aan de bibliotheek. Tussen de bibliotheek en het cultuurcentrum komt er een binnenplein. Dat kan gebruikt worden door en voor het socioculturele leven in Diepenbeek. Het evenementenplein is nu maar half gerealiseerd. Dat zullen we ook aanpakken in fase 2, zodat het een mooi beeld gaat vormen in ons centrum. We beginnen aan die werken in het voorjaar van 2014. En de werken zullen afgerond zijn rond de jaarwisseling 2015-2016. Het ziet er goed uit.